In dit filmpje ga ik laten zien hoe ik de fietscaravan gebouwd heb. Ik begon januari 2022 met de bouw van de fietscaravan. Ik heb diverse YouTube filmpjes en kanalen als inspiratie gebruikt tijdens het ontwerpen. Ik begon met het onderstel. Het materiaal kocht ik bij de Praxis Bouwmarkt. Eerst heb ik de boel afgemeten en op maat gezaagd. Daarna heb ik de bodem in 5 lagen bijts gezet. Voor de wielophanging gebruikte ik dit idee van het Jenny YouTube kanaal als inspiratie. Ik heb deze wielhouders laten maken bij Toolbox. De wielonderdelen heb ik besteld bij Holland Bike Shop. Bij Donkey Trailers bestelde ik een trekstang en stabilisators. Dit was de eerste proefrit met het onderstel. In februari begon ik met de opbouw van het frame. Toen dat af was, heb ik het plaatwerk afgemeten en gezaagd met een decoupeerzaag. Daarna heb ik het frame en de platen in de verf gezet. Het frame in 3 lagen en het plaatwerk in 5 lagen Tenco tuinbijts. Ik had de beste soort isolatieplaten die ik op dat moment kon vinden aangeschaft. De platen waren snel op maat gemaakt en ingepast. Ook het plaatwerk van de wielkasten werd gemonteerd. Van binnen begon het toen al echt op een knus hokje te lijken. Daarna ging de rest van het plaatwerk erop. De kieren tussen de platen heb ik waterdicht afgekit. Ook voegde ik een 2-tal ventilatieroosters toe. Dat bleek later te weinig te zijn, condens wordt niet goed afgevoerd. De ramen maakte ik van plexiglas, die ik rondom goed waterdicht afkitte. De deur heb ik een tijdje later gemaakt. Daar zit ook een klaptafeltje aan. Qua inrichting probeerde ik het simpel maar comfortabel te houden. Ik heb een aantal simpele opslagruimtes gemaakt. Ook aan comfort werd gedacht. Ik kocht een kookstel, een toiletstoel en wat ander handig spul. Het tafeltje kreeg ik cadeau. Ik heb ook elektra aangelegd. En een vriend van mij heeft voor mij een accu in elkaar gezet. Ik heb de fietscaravan in een camouflagepatroon beschilderd. Na een keukenraam verwijderd te hebben, konden ik en 3 vrienden de fietscaravan naar buiten tillen. Daarna heb ik mijn eerste proefrit gereden. De caravan bleek iets zwaarder dan verwacht te zijn,
maar was op zich wel verplaatsbaar. Het project kostte me uiteindelijk in totaal een kleine 1400 euro. Dat was de making-of van mijn fietscaravan. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en tot volgende keer.